Kijkers, goedendag en welkom bij deze nieuwe aflevering van COVID, ATV COVID-19 Update. U ziet, ook wij geven gevolg aan de oproep vanuit het COVID-19 management team om met een mondkap te presenteren. Moeilijk, maar oké, we doen ons best, het lukt wel. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname en de wereld in haar greep houdt. In sommige landen zien we dat het leven op gang komt, maar hier in Suriname is de situatie momenteel juist zorgwekkend. Het aantal positief geteste mensen neemt toe. Momenteel zijn we op 122 positief geteste gevallen, waarvan 112 actief zijn. 215 personen zijn in quarantaine en later op de dag is de kans groot dat het aantal verder is gestegen. Het COVID-19 crisismanagement team heeft de maatregelen verscherpt in het kader van de totale lockdown in Suriname. U weet dat eerst was het dat het van 6 tot 6 was. Nu is het van 6 uur 's middags tot 6 uur in de ochtend. Nu is het eigenlijk van 6 uur 's morgens tot 6 uur de volgende dag. Eigenlijk moet niemand op straat gaan. Nu hebben ze een systeem geïntroduceerd volgens beginletter van je familienaam. Dus mensen A, B, C, denk ik, mogen vandaag op straat. Dinsdag een andere groep. Woensdag blijft iedereen thuis. Donderdag en vrijdag en zaterdag. En zondag blijft iedereen thuis. En met uitzondering van leden van de essentiële diensten moet iedereen gedurende 2 weken thuis blijven. En winkels zullen dagelijks geopend zijn van 7 uur tot 2 uur. Met uitzondering dus van woensdag en zondag. En verdere details kunt u volgen via de website van het COVID-19 management team. Vandaag is onze gast niemand anders dan die vrouw met heel veel drive, Henna Draaibaar van de Backlot. En haar organisatie ondersteunt de Su voor Su campagne. Hè? En ik heb begrepen dat dat fonds tot nu toe al heel veel goede dingen heeft gedaan. Henna, welkom. Dankjewel. Overigens is mijn achternaam een B. Vandaag boodschappen doen? Ja, het, tot 2 uur. Tot dus 2 uur. Yes. Maar ik vind dit ook heel erg belangrijk om hier te zijn, ja. Om wat toelichting te geven over de Su voor Su campagne. Mm-hmm. Met mondkapje. Met mondkapje. En ik heb begrepen dat jouw mondkapje gemaakt is. Ja. Vertel. Mijn mondkapje is een eigen gemaakte. Mm-hmm. En je kan hem ook 2 kanten dragen. Zo. Dus afhankelijk van je outfit. Kan je bepalen welke kleur je wil. Mm-hmm. Ik denk voor tv is het wat makkelijker als het wat rustiger is. Dat doe je zwart. Dus nu heb ik een zwarte. Mooi hoor. Ja. En dat is een jonge dame heeft het gemaakt? Een talentvolle jonge dame die al bezig is met eigen tassen maken. En voordat mondkapjes een issue was in Suriname, heb mm-hmm. ik er al gevraagd om mondkapjes te maken. En dat heeft ze gedaan en ze heeft het nu verschrikkelijk druk. Wauw. Dus... Nou. Het een helpt het ander. Het maakt mij benauwd, maar ik denk, oké, voor de gezondheid, dan doen we het. Maar Henna, hoe ervaar jij deze nieuwe situatie, dat het zo explosief stijgt? Ik ben niet verrast, mm-hmm. want vanwege Su voor Su hebben we veel contacten met artsen. Mm-hmm. En die hadden eigenlijk altijd al aangegeven dat we niet moeten denken dat het niet gaat komen. Mm-hmm. Dus dat het gekomen is eigenlijk was in de lijn der verwachting. Mm-hmm. En het sluit ook aan bij de hele gedachte die we hadden met Su voor Su. Su voor Su is in maart opgezet mm-hmm. door een aantal bedrijven die hulp hebben gevraagd van andere bedrijven om mm-hmm. zo snel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen, mm-hmm. just in case. Ja. En terwijl de hele wereld bezig was met van alles en nog wat, leek het in Suriname goed onder controle. Mm-hmm. Dus we hadden ook heel vaak moeite om mensen te zeggen, geef toch geld, mm-hmm. want we weten het nog niet, maar voor het geval dat. Ja. Nou ja, nu zitten we in de situatie waarin we zeggen, voor het geval dat. Mm-hmm. We zitten midden in de pandemie. Dat geval is er nu, ja. Maar hoeveel geld hadden jullie opgehaald toen? Ik ga je de getallen niet uitgebreid kunnen noemen, maar als ik de dollars en de euro's bij elkaar optel aan vreemde valuta, dan zitten we boven de miljoen mm-hmm. en we zitten boven 2 miljoen SRD. Mm-hmm. En dat is veel geld, mm-hmm. komende uit de Surinaamse samenleving, ja. waarbij we weten dat het economisch heel slecht ging. Mm-hmm.
Maar bedrijven, ik zit te vechten met mijn kapje. Exact, zie, maar maakt niet uit, het is er. Ja. Maar want je weet, ze zeggen, het is eigenlijk geen beveiliging, maar het is bescherming. Ja, bescherming. Juist. Mm-hmm. Heel veel bedrijven hebben meteen gereageerd. Hè? Dus het was niet aarzelen, laat me nadenken. Meteen hebben ze gereageerd en dat heeft ervoor gezorgd dat het bedrag zo substantieel is geworden. Ja. Als je op de website gaat, zie je 3 verschillende bedragen. SRD, euro en US dollar. Maar wanneer wij praten over meer dan 1 miljoen, dan hebben we de vreemde valuta eigenlijk voor het gemak bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Maar wat hebben jullie met dat geld gekocht? Wat we precies ermee hebben gekocht is typisch een antwoord wat het medisch team aan je zal kunnen geven. Maar wat ik je wel kan vertellen is in grote lijnen. We hebben equipment gekocht voor diagnostiek. Mm-hmm. We hebben beschermende kleding gekocht, PPA's, ja, zoals het populair wordt genoemd. Ja. Maar dat betekent gewoon mondkapjes, jassen, brillen, mm-hmm, laarzen, mm-hmm, handschoenen natuurlijk, mm-hmm, soms ook gewoon schoenen. Ja, ja. We hebben testmateriaal gekocht. Mm-hmm. We hebben een apparaat aangeschaft waardoor we de mogelijkheid hebben om meer te kunnen testen dan we al hadden. En belangrijker is dat we de intensive care verdubbeld hebben. Er waren ongeveer 25 bedden in zijn totaliteit in Suriname. En met het geld van SIVORSU zijn er nu ongeveer 50. Mm. Eventueel begrijp ik, als het nodig zou mogen zijn, zou het nog een beetje opgeschaald kunnen worden. Oké. Nou, maar nu zeg je, doordat jullie ook hebben ondersteund, kunnen we de huidige positieve gevallen wel aan? Dat durf ik niet te zeggen. Mm. En dat kan ik ook niet zeggen, ja, omdat ik geen arts ben. En omdat ik weet alleen van de artsen die me dat hebben gezegd, is dat het aantal slachtoffers dat per dag erbij komt, mm-hmm, dat ze daar wel zorgen over maken. Mm-hmm. Maar of de gezondheidszorg, dat is echt een vraag die je aan de arts zou moeten stellen. Waar wij voor SIVORSU en mm-hmm, de backlog mee bezig zijn, en ik moet ook zeggen dat is ook Loyals, een bedrijf op Curaçao die helpt deze campagne te ontwikkelen, mm-hmm, is om jou, maar ook de kijkers, de mensen in Nederland, om iedereen te vertellen dat we er nog niet zijn. Ja. Elke patiënt die behandeld wordt, wordt behandeld door een verpleegkundige of een arts die helemaal, als hij besmettelijk is, beschermd moet worden. Mm-hmm. Het is niet dat je die jas aan kan houden en naar de volgende patiënt kan, mm-hmm, gaan. Dus je gaat zo door je PPA's heen. Ja, ja. Dat zal je continu moeten vernieuwen. Mm-hmm, mm-hmm. En er zijn nog meer vragen en wensen, maar dat is gewoon iets waar ik niet over ga. Waar ik over ga is dat ik moet zorgen dat mensen bewust zijn van dat we moeten geven. Mm-hmm. En dat ik mensen duidelijk moet maken dat we niet alleen geven, maar dat we er ook echt iets mee doen. Ja, ja. Want jullie gaan nu weer inzamelen, hè? Ja, we zijn eigenlijk altijd bezig geweest met inzamelen, maar het is heel moeilijk om mensen geld te vragen als ik tegen ze tegelijkertijd zeg, wij wonen in een land met 0 besmettingen. Precies. Maar wil je geld geven just in case? Mm-hmm. Dus, en ik besef dat er ook in Suriname al heel veel gegeven is. Dus mm-hmm, de campagne die we nu gaan voeren, gaan we ook naar het buitenland vooral richten. Mm-hmm. De afgelopen dagen zijn we bezig geweest om influencers, Surinaamse influencers, te benaderen om te zeggen, we hebben je nu nodig. Mm-hmm. We willen op het gevoel van emotie spelen. Ja. Als je aan Suriname denkt, denk je aan warmte, aan liefde, ja, aan familie, mm-hmm, aan mensen die voor je klaarstaan. Nou, precies dat gegeven willen we dus nu gaan gebruiken. Dat mensen datzelfde gevoel nog steeds hebben, maar dat zij nu klaarstaan voor de familie die ze eigenlijk met alle feestdagen, vakanties, wanneer ze maar naar Suriname komen, op een fantastische manier opvangt. Ja, ja, ja. Ik weet nog dat ik had ingesproken vorige keer, hè? Ja, ja. Dat zijn de campagnes die we proberen. Dus alle, ja, influencers en wij gaan ook aan community spread doen. Maar mm-hmm, een gezonde community spread. Mm-hmm. We gaan een filmpje sturen, bijvoorbeeld naar jou. En we vragen het om het aan zoveel mogelijk mensen te sturen. En al die mensen die het ontvangen, die moeten precies hetzelfde doen. Ja, ja. Aan zoveel mogelijk mensen doorsturen, zodat we dat we viral gaan, mm-hmm, dat we een community spread krijgen, maar dan in de positieve zin, ja, van het absoluut, woord. Absoluut. En wat zal dat filmpje inhouden? Het is een oproep. Oh, het is een oproep, dat filmpje, om te doneren. Mm-hmm. Wat je kan. Ja. Het maakt niet uit hoeveel. Als je rijk bent, geef veel. Mm-hmm. Als je minder hebt, geef wat je kan missen. Tuurlijk. Maar Surinamers voor Surinamers, want, ja, daar staat SIVORSU voor. Ja, ja, ja. En wat is jullie target nu? Ons target is op dit moment geen eindbedrag. Onze target is de medische zorg hier in Suriname te kunnen voorzien van alle essentiële delen. Kijk,
We kunnen ook gewoon zorgen dat ze het niet nodig hebben. Mm-hmm. Want dat is de andere kant van het verhaal. Mm-hmm. Want dat doet SuperSu ook. Ja. We vragen ook aan de mensen om alles te doen om te zorgen dat ze niet ziek worden. Mm-hmm. Maar we hebben het gezien. Ja. We hebben geen invloed meer op wat er hier in Suriname gebeurt. Ja. Dus we moeten zorgen dat we alles, alles en dan ook alles ready hebben. Ja. Code rood. Code rood, ja. Mm-hmm. Maar toen de mensen hoorden code rood, raakten sommige mensen in paniek. En ik denk dat het er nog steeds is en nu nog meer wordt. Wat denk je? Wat kan je de mensen op dit moment adviseren als een van de influencers? Want dat ben jij ook. Wat moeten ze doen? Ja, voordat ik naar Suriname ben gekomen, heb ik ongeveer 6 weken vastgezeten in Nederland. Mm-hmm. Ik zat in het midden van een COVID-explosie. Mm-hmm. Ik geloofde in Nederland dat iedereen die langs je liep, alleen maar naar je keek en je het virus kon overdragen. Ja. Dus wij hebben niks anders gedaan en wij, dat zijn mijn man en ik. We zijn 6 weken in huis gebleven. Mm-hmm. Boodschappen werden voor ons gebracht door de kinderen, door vrienden, door alle andere mensen die wel de straat op moesten of konden. Maar wij zijn gewoon binnengebleven. Mm-hmm. En hier ben ik. Er is niets anders gebeurd. Ik voel me er prima bij. Mm-hmm. Ik heb mijn werk gewoon kunnen doen. En dat is eigenlijk wat ik tegen die mensen, iedereen hier in Suriname zeg. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ik verhalen hoor van de Tourtonnelaan gisteren op zondag. Mm-hmm. Dat er zoveel mensen op straat zijn. Dat ze boodschappen gaan doen is één ding. Maar dat ze naar andere spullen kijken die niet nodig zijn voor de eerste levensbehoeftes. Ik vraag me af, hoe kan dat? Ja. En dat geldt nu, terwijl ik aan het rijden ben hier naar de studio. Zie ik gewoon zoveel mensen nog op hoekjes staan. Zonder mondkapje. Mm. Met elkaar. Mm-hmm. Ik vraag me af, waarom zijn we zo koppig? Ja. Mijn moeder zou zeggen, tranga ide, tranga jissi, we luisteren niet. Ja. En dat vind ik verschrikkelijk, want voor de artsen, onze gezondheidszorg, wij kunnen ervoor zorgen met het project SuperSu, dat we extra intensive care bedden kunnen regelen. Dat we apparatuur kunnen regelen. Dat we, noem het maar op, alles wat je aan materiaal nodig hebt om deze ziekte te kunnen aansturen, begeleiden en verzorgen, dat kunnen we verzorgen. Maar waar we niet voor kunnen zorgen, zijn de verpleegsters, mm-hmm. de artsen, de intensivisten. Als deze mensen ziek worden, ja. dan stopt het. Absoluut. Dan kan je een luxe villa hebben ingericht met de beste van het beste. Maar als er niemand is die de machines weet te bedienen, als er niemand is die ons weet te verzorgen, dan houdt het op. Absoluut. En ik wil heel graag dat mensen dat beseffen. Mm-hmm. Dat mensen het risico nemen om uit hun huis te gaan, omdat ik het nodig vond om op de hoek Tori te praten met een mattie. Ja, ja. Dat moeten mensen beseffen. Okay. En nou, dat er een punt gaat komen dat ze zeggen, waarom zou ik het risico lopen voor jou? Precies, precies. Dus blijf thuis voor mij, zodat ik geen risico loop. Ik denk dat dit meer gedaan moet worden, Henne. Mensen moeten precies erop gewezen worden waarom ze eigenlijk thuis moeten blijven. Want ze zeggen, ja, blijf thuis, waarom moet ik thuis blijven? Maar dit is echt een... Ja, het is gewoon die transmissie. Het is, mensen zullen zich afvragen, waarom ben jij niet thuis gebleven? Nou, laat me gelijk het antwoord geven. Ja. Omdat soms moet je toch wel een statement maken. Ja. En ik heb er inderdaad over nagedacht. Moeten we het niet gewoon via Zoom doen? Ja. Maar ik heb de bewuste keuze gemaakt om hier te komen, om in persoon te vertellen dat we thuis moeten blijven. Ja. En dat ik een oproep doe eigenlijk aan alle mensen. Mm-hmm. Oud, jong. Het is 2 weken. Wat lopen we te zeuren? Mm-hmm. 2 weken. Ja. Maak er quality time van. Precies. Ga bemoeien met je kinderen. Ga helpen met je ouders. Ga planten. Ga planten. Ja. Ga iets doen. Mm-hmm. Maar ga niet op straat. Ja. Want ze kunnen het niet aan. Ze gaan het niet aankunnen. Dat is het grootste gevaar. Ja. Zolang het onder controle is, flatten the curve. We gaan het niet kunnen voorkomen. Maar als er 1 persoon ziek wordt per dag, dan is het goed. Ja. Maar als de aantallen gaan stijgen, kunnen we ze niet opvangen. En een virus discrimineert niet, hè? Het maakt niet uit. Nee, hij gaat niet kijken, jij bent arm of jij bent rijk. Nee. Dus denk niet dat je onaantastbaar bent. Denk niet dat je Bita kan drinken en dat dat gewoon helpt. Mm-hmm. Zorg dat je gezond blijft. Ja. Maar het virus tot nu toe heeft niets aangetoond dat al dat soort dingen waarvan je denkt, no, asan no fas mi, want meer drink mi Bita ala de. Ja. Er is nog steeds geen wetenschappelijk onderzoek dat dat soort dingen helpen. Ja. Doe het als je het elke dag gewend bent om te drinken. Ja. Blijf het gewoon doen. Ja. Maar bedenk niet dat dat een reden is waarom je niet kwetsbaar bent. Precies, precies. Misschien wel een moeilijke vraag, Henna, maar hoe zie jij de toekomst in?
ik ga je een verhaal vertellen. Ik heb, het weekend ben ik een beetje gaan scrollen in mijn fotoalbum online. En ik zag de foto's van kerst. Ik hou van kerstfeest. En dat weet de hele familie. Ik vier geen verjaardagen op een grote manier. Ik vind het heerlijk om de familie uit het buitenland en ze komen elk jaar. Ja. Dus als je me vraagt hoe de toekomst eruit ziet, ik heb met mijn groepje gezegd, luister, wat er ook gebeurt, COVID of geen COVID, wij gaan nu alvast nadenken hoe we dit jaar kerst gaan vieren. Dus ik hoop dat ik daarmee het antwoord heb gegeven. Ik ben positief ingesteld. Mijn glas is altijd half vol en niet half leeg. En ik ben ervan overtuigd dat als we de juiste manier vinden om met elkaar om te gaan, dat we ons leven weer gewoon kunnen oppakken. Maar het belang zit in het woord, de juiste manier. Ja. En voordat we die juiste manier vinden, moeten we zorgen dat dit probleem eerst opgelost wordt. Absoluut. Ik las vandaag een bericht over Nieuw-Zeeland. Nul besmettingen. Ja. Ze hebben alles weer opengegooid. Het land is veilig. Er kwam een gevoel bij me binnen waarvan ik dacht, oh my gosh, wat zou het fijn zijn als we dat hier in Suriname zouden hebben. Ja. Dus ik ben positief. Ja, want ik hoorde, in Nederland kwam het leven bijna weer op gang, maar vandaag weer 200 zoveel positief. Ja, ja, in Nederland begint het leven weer een beetje op gang te komen. Ze moeten die economie ook openstellen en wij moeten ook gaan nadenken welke impact het heeft. Want vergis je niet hoeveel mensen er nu thuis zitten zonder geld en inkomsten. Dus het heeft een behoorlijke impact. Dus we moeten zo snel mogelijk weer naar het nieuwe normaal. Maar het nieuwe normaal kan alleen komen als we eerst deze explosie die we hebben onder controle krijgen. Ja. Pas dan kunnen we gaan kijken, oké, nu hebben we het onder controle. Hoe gaan we het beheersbaar houden op een manier waarop er gezorgd wordt dat we weer niet in dezelfde situatie terechtkomen. Yes. Nou Henna, kijk in de camera. Praat even tot de samenleving. From heart to heart. Zo, met mondkapje op en al. En ik moet je eerlijk zeggen, ik weet dat het er niet uitziet. Maar het belang is groter dan dit. Ik wil jullie allemaal vragen om je aan alle richtlijnen te houden. Handen wassen, afstand houden, als je niest, doe het in je elleboog. Als je denkt, en dat is een belangrijke, als je denkt dat je je niet goed voelt en dat je een beetje grieperig begint te worden, een beetje hoest, een beetje verhoging, bel je huisarts. Ga niet wandelen omdat je denkt, oh vandaag is de day van draaibaar, ik mag op straat om boodschappen te gaan doen. We mogen op straat om boodschappen te gaan doen, niet om te gaan wandelen. Verder wil ik je vragen om te zorgen dat we met z'n allen die gezondheid in acht nemen. En voor de mensen die in de zorg werken, en dat bedoel ik alle niveaus, de schoonmaaksters die elke dag moeten gaan om te zorgen dat de boel gedesinfecteerd wordt, de verpleegkundigen, de artsen, de mensen die bij de hokjes staan, de portiers, alle mensen die in de frontlinie zijn, politie, brandweer, wij moeten ze beschermen. Wij hebben die verantwoordelijkheid. Dus doe alsjeblieft wat je moet doen op straat en ga gelijk weer naar huis. Blijf thuis. En als je toch thuis bent, maak een donatie over. Su voor su. Dat geld hebben we echt nodig om al die materialen te kopen waar ik het net over heb gehad. Om onze zorgwerkers te beschermen. Om bedden te creëren voor het geval dat. En om andere equipment en materialen te hebben waarmee we deze COVID-19-pandemie in dit land kunnen bestrijden. Su voor su, Surinamers voor Surinamers. Heel mooi gezegd. Maar als mensen willen doneren, hoe gaat dat? Dat kunnen ze, kunnen gewoon op de website. Er is ook een Facebook-page. Ja. En daar staan alle gegevens waar ze op kunnen doneren. Ja. Ze kunnen het overmaken. Ga niet naar de bank om geld te storten, dat hoeft niet. Probeer het over te maken. En we gaan deze campagne in het buitenland uitzetten, want we hebben daar mensen zitten die net zoveel van dit land houden als dat wij dat doen. Dankjewel, Henna. Graag gedaan. Dankjewel dat je het op je hebt genomen om uit huis te gaan, hier te zijn en deze informatie door te spelen aan de kijkers. Heel bruikbaar. Dankjewel. Be safe. Jij ook. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. U heeft het gehoord, ik hoef het niet te herhalen. Henna heeft het al duidelijk gezegd. En wat belangrijk is, is dat ze zegt, als jij je niet houdt aan de maatregelen, dan ben jij eigenlijk degene die ervoor zorgt dat deze ziekte niet onder controle gekregen wordt. Dus laten we ons houden aan de maatregelen. Het is ook moeilijk voor mij om met een mondkap te praten, maar ik doe het. Ik zeg eens voor 2 weken, laat mij die opoffering brengen. Dus u kan dat ook. U heeft het gehoord, blijf thuis. Het zijn moeilijke dagen. Maar samen komen we wel doorheen.
Morgen zijn we er weer met de andere aflevering van ATV COVID-19 Update. U kijkt ook. Tot dan. Goeiedag.